Welkom! Leuk dat je luistert naar de podcast Eerste Hulp bij Personeelstekort. Mijn naam is Lieke van der Kroon. Voor nieuwe luisteraars, je luistert naar de praktische podcast van IMK Opleidingen en IPV Training en Advies. Beide zijn praktijkgerichte opleiders die vraagstukken van deelnemers centraal stellen in de trainingen. En dat is dus ook wat we in de podcast doen. Elke aflevering nodig ik een van onze bevlogen trainers uit om te praten over een onderwerp waar veel deelnemers mee worstelen. Deze aflevering praat ik met trainer en HR-specialist Marjan Olieslager over wat te doen bij personeelstekort. Er is op dit moment denk ik geen enkele branche die geen moeite heeft om geschikt personeel te vinden. Marjan, jij kan onze luisteraars hier denk ik bij helpen. Welkom, leuk dat je er bent. Ja, ik ben er graag bij. Ja. Kan je kort iets vertellen over wat je voor ons doet? Nou, ik geef vooral training en opleiding op het gebied van HR. En dat varieert een beetje van de hele praktische beginnersopleiding inzet van praktisch personeelsmanagement. Naar iets meer de diepgang duurzame inzetbaarheid. En de wat langere opleidingen die gaan over HR. Er zijn twee versies van de instapopleiding. En de tweede die wat dieper graaft naar de strategie van HR. Ja, oh, leuk. Nou, daar kan je ons er vast veel over vertellen. Nou ja, ik zei net al, veel bedrijven ervaren problemen bij het vinden van goed personeel. We horen het over tekorten in de zorg, in de bouw, in het onderwijs, politie. Maar eigenlijk, volgens mij, in alle branches speelt dit probleem zowat wel. Kan je uitleggen hoe dat komt? Nou ja, goed uitleggen hoe het komt. Weet je, er gaan natuurlijk meer mensen van de arbeidsmarkt af dan dat er opkomen. Dat heeft gewoon met de vergrijzing ook te maken. Oh ja. Ik denk dat echt 30% meer mensen met pensioen gaan of stoppen met werken dan dat er nieuwe 16, 17, 18, 20-jarigen de arbeidsmarkt opkomen. Okay. Dus dat is sowieso al een, ja, ik zou bijna zeggen, een onoverkomelijk probleem. Ja. Ik wil het niet al te grijs schetsen, maar dit is natuurlijk wel een ding wat je niet zomaar even oplost. Nee, nee. En alle zwangeren, ja, die gaan ook niet onmiddellijk daarmee een oplossing brengen. En daarom is het ook wel leuk dat je deze podcast Eerste Hulp bij Personeelstekort noemt, alsof er zo twee pleisters te plakken zijn en het is gefixt. Nee. Ja. Ik denk dat het wat complexer is. Want het is natuurlijk zo dat er minder mensen op de arbeidsmarkt komen dan dat er weggaan. En ten tweede is een belangrijke reden de verandering en de inhoud van banen. Weet je, waar wij nu voor opgeleid zijn, nou, mijn dochters, die worden opgeleid voor een baan die er misschien nog niet eens is. Dus dat is ook nog iets wat daardoor is er niet gelijk een pas. Met de vraag op de arbeidsmarkt en wat er allemaal straks van school en uit een opleiding komt. Die passen niet allemaal één op één op elkaar. Nee, precies. Want bedoel je dan, wat voor soort opleiding doen jouw dochters dan bijvoorbeeld? Nou ja, goed, er doet er één sociologie, psychologie. Mm-hmm. En dat zijn natuurlijk opleidingen waarbij je ongetwijfeld iets kunt. Maar het zijn hele brede opleidingen. Ja, dus waar gaan ze nou precies naartoe? Ja, precies. Wat wordt precies hun taak- en functieomschrijving straks. Ja, daar hebben ze geen idee van. Dat hoeft ook niet. Alle kanten op natuurlijk. Maar ook in het bedrijf wat straks met open armen staat te wachten op een van hun. Die weten ook nog niet precies wat ze in huis krijgen. En voor welke functie dat precies gaat zijn over 5 jaar. Nee, precies. Ik dacht dat je ook misschien bedoelde, juist mensen die al wat langer werken. Die hebben ooit een bepaalde opleiding gedaan. En die waar je dan voor bent opgeleid is misschien al lang geautomatiseerd. Dan is gewoon het type functie ook helemaal veranderd met de tijd. Ja. Ja, en die wat jij nu noemt zit heel nadrukkelijk echt in inzetbaarheid. Jij en ik hebben nu een baan en dat geldt voor veel van de luisteraars ook, denk ik. Maar als je dat een paar jaar doet, verandert die baan, verandert de taak, veranderen er aspecten aan, verandert je organisatie een beetje. Ja. Dus het is natuurlijk wel de kunst dat je zelf dat in de gaten hebt of dat iemand je dat vertelt. Dat is natuurlijk het mooie van een organisatie die graag wil blijven leren. Maar B, dat je zelf die bereidheid ook hebt of durft te ontwikkelen. Ja. Meebewegen met de verandering van je functie, met het veranderen van je de club waar je werkt. Anders sta je met je stoel op de parkeerplaats terwijl de organisatie gewoon doorbeweegt. Dus daar wil je ook niet naartoe. Nee. Dus het zit in het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt komt en het blijvende passen bij de functies die er zijn. Ja, snap ik. Een tijd geleden was het juist moeilijk als werkzoekende om een baan te vinden. Toen was er dus juist, dan was je jaren bezig met solliciteren. En dan, hoe kan het nou zo
ontzettend snel veranderd zijn. Is dat die vergrijzing die ineens is ingezet? Of? Ja, die zet natuurlijk niet ineens in. Maar dat is wel iets wat we aanzagen komen natuurlijk de afgelopen 20 jaar. Mm-hmm. Kijk, ook pensioenfondsen zijn al in een halve paniek. Want die hebben ook, er moet ook meer uit dan dat er inkomt. Ja. Maar dat geldt voor een arbeidsmarkt ook. En dat betekent vooral dat als je als organisatie nu mensen binnen hebt, zorg ervoor. Ja. En zorg dat je een hele aantrekkelijke werkgever bent. Mm-hmm. Zodat mensen naar je toe komen en blijft. Zolang mensen al bij jou in huis zijn. Heb je daar dan wat concrete tips voor? Ik las toevallig vanmorgen hoe goed een goed onboardingsproces kan werken. Dat je dus niet alleen mensen, nieuwe mensen in huis met een beker met hun naam op verwelkomt. Maar eigenlijk een heel traject van een maand of drie, waarbij je ook uitlegt wat ontwikkelingsmogelijkheden zijn. Wat mensen wensen en zoeken. Echt vinger aan de pols blijft houden in het begin. Blijft vragen ook aan mensen. Waar ben je nou goed in? En waar zou je nog verder in willen ontwikkelen? Ja. En dat niet alleen vanuit de werkgever. Maar eigenlijk zit ook een klein opvoedingslaagje in. Zodat je ook zorgt dat mensen nieuwsgierig blijven. Ja, ook jouw jonge medewerkers van 16 of die wat ouder zijn dan van 56. Hoe kun je die nou blijven prikkelen zodat ze nieuwsgierig zijn naar zaken die ze zelf kunnen blijven ontwikkelen? En het hoeft niet altijd groots en meeslepend te zijn. Dat kan ook best interesse krijgen in net een nieuwe techniek van websites ontwikkelen. Dat kan zijn in nieuwe gesprekstechnieken. Dat kan zijn gewoon in handigheidjes hoe je met je klanten in gesprek blijft. Dat kan, kan het zo gek niet. Het kan van alles zijn. Ja, maar het gaat er eigenlijk om dat je in beweging blijft en blijft onderzoeken waar je interesse in hebt. Absoluut. Ja. Dat is dus eigenlijk voor het personeel wat je dan al hebt weten te vinden. Ja. Heb je ook nog tips voor hoe zorg je nou dat je goed personeel aantrekt? Ja, je hebt natuurlijk zo'n wervings- en selectietraject aan de voorkant. Ja, ik denk dat je vooral niet moet doen wat je al deed. Want dan ga je harder vissen in dezelfde vijver. Of met 10 hengels erin zitten in plaats van met 2. Ja, dat gaat geen effect hebben, want de vijver verandert niet. Nee. Dus nogmaals, ik denk dat het belangrijk is dat je een aantrekkelijke werkgever bent. En wat maakt je nu een aantrekkelijke werkgever? Als je naar buiten kijkt, de mensen die nu werk zoeken, die hebben de luxe van op veel plekken terecht kunnen. Ja. Dus het is wel om aan te sluiten bij wat zij zoeken en nodig hebben. Ja. En ik denk vooral niet te vasthouden aan je eigen profiel, je wensen en je eisen. Soms moet je dat een beetje aanpassen. En hoe erg is het nou dat je iemand binnenkrijgt die dol enthousiast is, maar een beetje ondergekwalificeerd? Dan heb je een half jaar of een jaar nodig om iemand een handje te helpen. Die ervaring te laten krijgen of misschien iets extra opleiding. Ja. Dat is prima, toch? Ja, zeker. Of iemand die misschien niet ondergekwalificeerd is, maar ik zou net op aanpalend terrein kennis en ervaring heeft. Als dat een nieuwsgierig persoon blijkt, dan kun je misschien meenemen met die ervaring die hij al in huis heeft op het terrein waar je iemand zoekt. Ja, precies. Ja, en nogmaals, het moet natuurlijk niet mijlenver uit elkaar liggen, maar wat ik vooral vraag, werkgever, probeer niet te vast te houden aan dat profiel. Nee, dat je gewoon vinkjes zet bij alle capaciteiten die iemand moet hebben. Dat is gewoon. Dat is te weinig, denk ik. Ja. Nee, dan daarmee doe je jezelf als werkgever tekort. Ja. En ik denk die kandidaten die langskomen ook. Ja. En ik denk creatief zijn in werven. Ik denk dat het goed is om aangesloten te zijn bij opleidingen waar kandidaten vandaan kunnen komen. Ik denk dat het goed is om open te staan voor mensen die misschien net niet helemaal precies passen in jouw ideale plaatje, omdat ze daar op den duur best in zouden kunnen passen. Ja. Maar misschien ook omdat jouw ideale plaatje niet helemaal perfect is. Nee, precies. En dat kan je dan al uitdragen in bijvoorbeeld een vacature-tekst. Ja, dat kun je in een tekst heel goed al laten zien, dat je weliswaar een profiel hebt. Ja. Maar dat je vooral ook nieuwsgierig bent naar creatieve mensen die denken dat ze daar naartoe kunnen groeien. Ja. Of die denken dat ze iets in huis hebben om jou te laten zien dat jouw plaatje misschien niet perfect is. Maar zij toch heel goed invulling kunnen geven aan wat je zoekt. Ja, precies. En daar sluit dan wat je eerder vertelde weer op aan. Dat als je zo iemand dan binnenhaalt, dat je heel goed diegene in de gaten blijft houden en blijft vragen. Blijf in gesprek, ja. Ja. Want anders raak je diegene natuurlijk weer kwijt. Ja. 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 Oké. Okay. Als HRM'er, dan ga ik echt even naar die rol kijken. Daar kan je natuurlijk ook veel hierin betekenen. Ik denk zelfs dat je de aangewezen persoon bent voor allerlei HR-tools.
Kan je ook tips geven aan HRM'ers die, die hiermee worstelen? Ik denk dat je dat in je HR-rol kan je heel veel doen. Maar ik denk wel dat je het samen moet doen met de directie of de leidinggevende van de club waar je werkt. En het gaat, jouw HR-rol gaat natuurlijk verder dan alle administratieve zaken die goed op orde moeten zijn. Begrijp me niet verkeerd. Ik denk dat jouw rol dan veel meer schuift naar in gesprek blijven. Een coachen en stimulerende rol richting je nieuwe collega's. Maar in zo'n zoektocht ook naar de leidinggevende. Want die moet je eigenlijk, ik zou zeggen, een liefdevol klapje geven. Of een duwtje in de goede richting. Yeah. Om op een andere manier ook naar mensen te kijken. En daar veel mensen hebben veel meer mogelijkheden in zich als je niet zo'n heel strak schabloon voor ze houdt. Dus als HR-collega kun je dus kijken naar hoe werven wij, hoe zien die teksten eruit, zijn die uitnodigend genoeg? Als mensen een wervingsgesprek of een selectiegesprek ingaan, hoe doen ze dat? Doen ze dat nog steeds langs het lijstje? Of zijn ze daar opener in en laten ze een kandidaat veel meer vertellen? Ja. En nogmaals, als mensen dan eenmaal in huis zijn, ja, open armen. En blijf ook kritisch vragen naar wat mensen kunnen en willen. En je mag niemand dwingen, maar stimuleer ze echt stevig in nieuwsgierig zijn en durven ontwikkelen. Ja, maar als ik het goed begrijp, ben je dus als HRM'er op alle niveaus ben je eigenlijk ermee bezig. Dus met de directie om te kijken of we wat bredere werving kunnen inzetten. Maar ook de leidinggevende die diegene natuurlijk uiteindelijk, misschien ook wel het sollicitatiegesprek voert, maar ook daarna de begeleiding doet van zo iemand. En de medewerker die je dan aanneemt zelf. Dus eigenlijk op al die niveaus ben je als HRM'er aan het... Ik denk echt dat je vanuit HR een grote rol kan nemen daarin. Ja. Die ruimte moet je wel krijgen. Ja. Of verdienen. Dus zeg goede dingen op de goede momenten. Dan krijg je ook wat meer ruimte. Ja. En je moet ook echt opstaan van achter je laptop of van achter je pc. En de organisatie ingaan. Ja. Dus de rol van de HR persoon verandert dan ook echt. Ja. Je bent een belangrijk deel van de organisatie. Je kent, je zorgt dat je je mensen kent en de wensen van de mensen kent. En ik vind echt ook, dat vertel ik ook eigenlijk ook wel in mijn opleidingen vaak wel. Je moet als HR adviseur word je dan eigenlijk, hè? Echt de organisatie in. En je kan gevraagd advies geven als mensen naar jou toe komen. Je kan ook heel goed ongevraagd advies geven. Ga gewoon naar leidinggevende toe waarvan je denkt, jij kan best een helpend handje gebruiken daarin. Of een kritische blik. Of een helpende blik tijdens een gesprek. Kijk eens, doe dat. Bereid als dat soort gesprekken, inwerving en selectie, maar ook ontwikkelgesprekken samen voor. Ja. Daar kun je als HR-persoon een hartstikke goede rol in hebben. Ja. Ja. Nou ja, en ik kan me voorstellen dat opleiden hier ook een rol in speelt. Want als je natuurlijk dus inderdaad iemand aanneemt die niet helemaal precies past binnen de functie, maar wel die nieuwsgierigheid heeft en die drive, dan ga je al snel naar opleidingen kijken. Maar ook natuurlijk de medewerkers die je al langer in huis hebt, die wel gewoon op hun plek zitten. Maar... Maar wat wij net al zeiden, bewegen is gewoon een belangrijk aspect hierin. En dan heb ik het dus niet over je lunchwandelingetje, hoewel je dat waarschijnlijk ook wel goed doet. Ja. Maar ik heb het ook letterlijk over mentaal meebewegen met je functieverandering. Ja. Of met organisatieverandering. Ja. Maar daarin speelt dus opleiden denk ik ook. Opleiden speelt een rol. En ik denk een grote rol. Vooral ook, ik zou bijna strategisch op de langere termijn. Waar wil ik met deze club naartoe? Waar wil ik met deze mensen naartoe? Ja. En wie kan daar in welke richting mee bewegen. Daar zit dus een hele functionele opleiding onder, qua inhoud. Maar ook een opleiding die gaat over, ken jezelf goed en neem echt de leiding over je eigen route. Ja. Dat geldt voor die HR-persoon in een organisatie, maar dat geldt eigenlijk voor heel veel van ons. Ja. En vergis je niet, ik denk dat er echt veel jonge mensen nu uit opleidingen komen die dat niets liever willen dan dat. Ja. Regie over hun eigen rol in een organisatie, over hun eigen werk. Terwijl daar meestal in de klassiekere opleidingen geen aandacht voor is. Nee. Daar leer je vaardigheden die je gewoon letterlijk gaat uitvoeren. Ja. Kijk, en die vaardigheden heb je ook nodig. Zeker. Want zonder vaardigheden is het voor veel mensen ook best wel eng om te veranderen. Ja. Ja, dat kan dus je ook vast zijn. Dus met vaardigheden in huis voel je daar ook zeker daarin. Ja. Ja. Dus als je wat terughoudend bent in veranderen, dan, en dat moet je dus navragen bij mensen. Wat maakt nou dat ze niet zo graag veranderen. Ja. Soms is vaardigheden echt een oplossing. Ja. En soms is
meer zicht op waarom doen we dat dan, een oplossing. Ja. Maar vaardigheden helpen vaak ook echt. Zeker als je al medewerkers hebt die wat langer in je organisatie werken. Vastgeroest klinkt zo negatief, maar je raakt wel gewend aan een bepaalde routine. Ja. En een andere routine vraagt vaardigheden. Zeker. Simpelweg. Ja, tuurlijk. Ja. En heb je nog een laatste absolute don't? Iets wat je niet moet doen in de tijd van een krappe arbeidsmarkt? Ik denk dat het gewoon heel belangrijk is om aandacht aan je mensen te besteden. Dus probeer niet alleen bezig te zijn met alle bedrijfsmatige bezigheden. Maar vooral met de mensen in je club. Want die moeten het uiteindelijk doen. Ja. En dat kost tijd, hè? Zo is het ook. Dus als je aan een willekeurige leidinggevende vraagt, praat je elke week met je mensen? Dan krijg je soms een soort frons van ergernis. Ja, weet je hoeveel tijd dat kost? Ja, dat kost ook tijd. Maar dat verdient zich echt terug. Ja. Dus vergeet dat niet, om daar ook aandacht aan te besteden. Ja, dus als je zegt een don't, is niet met je mensen praten. Ja, ja. Nou, goede tip. Ik denk dat het duidelijk is. Voor onze luisteraars, als jullie er meer over willen weten, op onze website imkopleidingen.nl en ipv.nl vind je bijvoorbeeld onze HR-blog, waar Kim van Alphen je meeneemt in haar ervaringen. En ook allerlei andere artikelen waar je gewoon eens door kunt grasduinen om hier meer over te weten. Voor nu bedankt voor het luisteren. En Marjan, jij ook bedankt voor je komst. Graag gedaan. En tot de volgende cast.